Het is vandaag de 11e van de 11e. Een belangrijke dag voor veel carnavalsliefhebbers. Omdat dit de dag is dat het carnavalsseizoen officieel wordt geopend. Maar op 11 november is het ook Sint Maarten. Sint Maarten werd bekend omdat hij als soldaat de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Van oorsprong is het Sint Maartensfeest dan ook een bedelfeest voor de armen. Maar tegenwoordig wordt het feest in heel Nederland op verschillende plekken op verschillende manieren gevierd. Zoals hier in Hoogloon. Ha, Willem, Hoi. Jij bent van het bestuur van de carnavalsvereniging. Wat hebben jullie vandaag ter ere van Sint Maarten georganiseerd? We hebben voor het achtste jaar ongeveer, het Sint Maartensvier georganiseerd. Waarom doen we dat? Sowieso voor de kindjes uit Hoogloon. In een gezellige avond en een mooie lampionnenoptocht van tevoren. Ik smaak allemaal eigen lampionneken. Lopen ze hier een mooi rondje door de bossen. Kennen ze hier allemaal, krijgen ze allemaal een zak chips en een oranje wat drinken van de vereniging. Ook voor de ouders, hapje erbij. En dan het vuur ontsteken natuurlijk en dan maak ik daar een mooie avond van. Nou, jullie hebben een mooie lampion zeg. Hebben jullie die zelf gemaakt? Ja. Ja. En hoe heb je die gemaakt? Zo plasticiseerapparaat en dan zo confetti erin of figuurtjes. En dan doen we hem in het plasticiseerapparaat. En dan moet je hem zo vastnieten en dan gewoon zo aan een stokje maken. Nou, het is in ieder geval heel goed gelukt. En hebben jullie zin in de tocht vanavond? Ja. Nou, wat hebben jullie mooie lampionnen? Hebben jullie die zelf gemaakt? Ja. Ook een lampion. Ja, jij hebt ook een lampion. En hoe hebben jullie die gemaakt? Eigenlijk papier en dan plakband erop en dan nog een stukje erbij en dan versieren. Nou, super mooi. En hebben jullie ook zin in vanavond? Ja. Ja. En jullie kunnen een liedje zingen, heb ik gehoord. Willen jullie dat doen? Ja. Nou. Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan. En dan weet ik het niet. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Natties, je kunt op de camera. Sint Maarten heette toen hij jong was Martinus. Hij werd geboren in 316 na Christus. Martinus werd, net als zijn vader, soldaat. En op een avond ontmoette hij een bedelaar, bibberend in de kou. Martinus had geen geld bij zich om aan de bedelaar te geven. Maar omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van zijn mantel af en gaf het aan de arme man. 'S Nachts droomde Martinus dat de bedelaar die hij een stuk van zijn mantel had gegeven, Jezus Christus was. En Martinus was al een tijdje geïnteresseerd in het christendom. En door deze droom verliet hij het leger en werd hij een christene. Omdat Martinus zo aardig was geweest voor alle armen om hem heen, werd hij later heilig verklaard tot Sint Maarten. Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, de jongens hebben sokjes aan. Daar komt Sint Maarten aan, Sint Maarten, Sint Maarten. Er waren twee tomaten, eentje had een petje op, de ander had een kale kop. Sint Maarten had er eentje op. Dat hebben jullie goed gedaan. Wow. Zo, dat is een mooie lampion. Heb jij die helemaal zelf gemaakt? Ja. En wat vond je van de tocht? Heb je veel lampjes gezien? Ja. En straks komt er hier een vuurtje. Wat verwacht je daarvan? Heel veel vuur moet ik zeggen. Heel veel vuur. Heel veel vuur. En waarom ben jij hier vandaag bij het Sint Maartensvuur? Oh, voor de gezelligheid en voor het vuur. Hey. Ja, zeker. Hey. Nou, dan maken we er iets gezelligs van. Ja. Waarom zijn we hier vandaag? Ja, we zijn de Sint Maartensvuur. Ja. Sint Maartensvuur. En waar zijn we nou precies? Ja, op een weiland. Op een weiland. En wat gaat er dadelijk gebeuren? Ja, we gaan een groot vuur. We gaan ook heel veel chips eten. Een heel groot vuur en heel veel chips eten. Nou, dat klinkt als een leuke avond. Willen jullie er nog iets over vertellen? Ja, het is heel leuk. Ja, mooi vuur. Superleuk. Ik ga vonkjes vangen. Vonkjes vangen. Nou, doe maar voorzichtig hoor. Thank you.
En wat vond je van de lampionnentocht? Leuk. En wat vind je ervan? Het vuur is cool. Cool? Is het niet warm? Nee. En waarom ben jij hier vanavond bij? Waarom ben ik hier vanavond bij? Nou, ik moest mee van de vrouw. Dus mijn kindjes zijn erbij, onze Sen en Brent. En die vond het wel leuk als papa meeging, dus ik heb papa wel mee. Gezellig, ja. En je wordt beloond op een pilsje omdat je meegaat? Ik werd beloond op een biertje en die smaakt hartstikke lekker bij de warme vuur hier. Dus we hebben lange tocht moeten maken en dan is een koud biertje hartstikke lekker. Ja, absoluut. Nou, supergezellig. Ja, inderdaad. Ja? En wat gaat er nog gebeuren als dadelijk het vuur wat verder is? Of dat als het dadelijk is gedoofd? Nou, als het vuur dadelijk is gedoofd, dan ja, ik denk dat het nog wel even duurt. Maar dan zullen de kindjes huiswaarts gaan. Dan zal het even wat rustiger zijn. Maar daarna hebben wij het 11 van de 11e bal vandaag hier in de tent. En wij hopen weer op een mooie opkomst. Een mooi tentje vol, lekker gezellig. En ook daarvoor geldt een drankje van de vereniging met een hapje erbij. Leuk artiestje en maak daar gezellig een avond van. Nou, de opkomst is in ieder geval hoog en de sfeer is goed. Dus ik denk dat het helemaal goed komt. In ieder geval alvast heel veel plezier. Dankjewel, dat weet ik zeker dat het gaat lukken. Dankjewel. Zoals jullie zien knettert het vuur achter mij nog wel even door. Kom Walter, wij gaan genieten van de warmte. Ja.